Als het Oostende blijft het lang 0-0. De kustjongens willen in schoonheid afscheid nemen van de hoogste voetbalklasse. Maar ook dat is hun niet gegund. In de tweede helft wordt het al snel 1-0 door Davy Koreman. De mooie doorsteek was van Stijn Vergeijlen. Even later dropt Meijsen de bal in het pak. Sarli en Van Hooijwegen vechten om het leger. Het is uiteindelijk Van Hooijwegen die Oostende uittikt. En dan ligt de baan voor Aalst naar meer doelpunten helemaal open. De Oliveira met de 3-0. Even later legt Cosimo Sarli de 4-0 eindcijfers vast. Sarli 9 wedstrijden gespeeld en 7 doelpunten, een mooi gemiddelde. Oostende komen we volgend jaar niet meer.